Welkom bij een nieuwe video. En ja, dit is een hele bijzondere puzzel. Ik heb hem vandaag ontvangen. En ik heb hem via een website gekocht, ergens in Japan. En je ziet het, dit is de Championship Football puzzel van Jan van Haasteren. 1000 stukjes. En deze komt echt uit Japan. Hij is nog gesield. En je kan natuurlijk heel veel niet lezen wat erop staat. En hier staat dus in ieder geval het nummer op. 61-233, dat is het nummer. En ja, het is natuurlijk voetbalkampioenschappen. En deze puzzel die is door meerdere partijen puzzelfabrikanten uitgebracht. Deze die is uitgebracht door Beverly Enterprises. Maar ook een puzzelfabrikant als Seiko in 550 stukjes. Die is uit Amerika. Holtz & Funny World uit Engeland in 1000 stukjes. En natuurlijk Jumbo, die hebben ook deze puzzel van voetbalkampioenschappen uitgebracht. Jumbo die heeft dat als voor het eerst gedaan in het jaar 2000. Dus deze puzzel die is niet van voor 2000 in ieder geval. Ik weet niet wanneer deze is uitgekomen door Beverly Enterprises. Dat is onbekend, dat weten we niet. Wat kunnen we verder nog zeggen? Tekenaar is Jan van Haasteren. En ja, hier zie je dingetjes. Hier zie je ook dat het staat, hè. Houseman en Hotte, zo heette Jumbo vroeger dan ook. Daar zijn ze mee begonnen met die naam. En ja, hier zie je het nummer weer. De afmetingen zijn iets anders. De Jumbo-puzzels zijn 68 bij 49. Dus deze van Beverly Enterprise van 1000 zijn 72 bij 49. En ja, hier zie je allemaal Japanse teksten. Maar wel de Jan van Haasteren familie. Hè? Dat zullen ze daar wel beschrijven. Ja, natuurlijk de haaienvin. Hè? En hier zie je dan Made in Japan. Will create your enjoyable time, Beverly. Nou, dat is de puzzel. Ik vind het heel leuk om een Japanse puzzel van Jan van Haas te hebben. Ik heb hem echt nog nooit gehad, nooit gemaakt. Natuurlijk wel eens voorbij zien komen. Ik ben heel benieuwd of dit andere puzzelstukjes zijn. Dat weet ik namelijk niet. Ik ga maken, in ieder geval mijn ervaringen dan met jullie hierover delen.